Dames en heren, het onvermijdelijke moment is nadat we beginnen aan het officiële deel van deze expositie. Ik wil jullie allemaal heel hartelijk welkom heten hier. Mijn naam is Peter de Vries, ik ben directeur van HQ Media. En ik doe dit welkom en deze opening samen met mijn collega Melinda Verhoeven van HQ Design. En wij gaan even een paar, en ik geloof dat we kort houden, een paar woorden spreken hier bij de opening van deze expositie. Ik hoop dat we achter niet kunnen horen. Is het nu beter? Harder? Harder? Nog harder? Ja, schreeuwen helpt soms. Oké. Nogmaals, hartelijk welkom. Mijn naam is Peter de Vries van HQ Media en Marinda van HQ Design. Wij gaan jullie samen hier welkom heten bij wat ik dan toch wel noem de grande finale van dit jaar. Een expositie zoals deze is altijd een ontzettend feestelijk hoogtepunt. Het is, je zou bijna zeggen, het begin van het afstudeerseizoen. Dat is niet helemaal waar, want gisteravond zijn we al begonnen met de modeshow van de studenten van Fashion Design. En dat was al ontzettend leuk en inspirerend. Het gaat door de hele HQU heen gaat het door. Bij het conservatorium en theater doen ze natuurlijk allemaal optredens. Volgende week eindigen we in Hilversum. Maar vandaag zijn we hier voor het begin van 3-4 dagen kennismaken, demonstreren, laten zien van de nieuwe generatie makers. Van special, van product, van mode, van fotografie, illustratie, van graphic design. En ik weet niet hoe het jullie vergaat. Maar ik heb wel een beetje rondgelopen en ik had echt het gevoel van wauw, wat hebben we ontzettend veel met elkaar gepresteerd. Wat is ontzettend veel om trots op te zijn. Het zijn 4 dagen waarin je dat allemaal kunt gaan zien, waarin je met de mensen, de studenten, de makers kunt gaan praten, waarin het werkveld ook nadrukkelijk langskomt. We hebben al de eerste ontmoetingen gehad. Morgen is er een businesscafé met experts uit het werkveld. Ook daar zijn alle studenten welkom. En daarmee maken we hier meer van dan alleen een statische tentoonstelling. Bij deze opening horen dat we wat mensen noemen en dat we wat feiten memoreren. En het eerste feit wat je dan moet memoreren is dat een expositie als deze altijd tot stand komt met ontzettend veel gezucht en geweeklaag. En dat hoort er bijna elk jaar bij. En degene die dat elk jaar opvangen, en daar wil ik jullie toch een applaus voor vragen, zijn Stephanie Marie en Marcel Poignet. Dat gezucht en geweeklaag, dat heeft dit jaar een heel aparte dimensie gehad. Als je rondloopt nu, en als je rondkijkt, dan zie je een expositie die ontzettend ruim is, die ontzettend licht is, waarin het heel mooi bewegen is. Maar dat is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Ik werk hier pas 2 jaar. Ik heb me laten vertellen dat er eigenlijk elk jaar wel een studentengroep is die zegt van wat moeten we nou met IBB laden, wat moeten we nou met dit, wat moeten we nou met dat. Kan dat niet anders? Dat hoort er allemaal een beetje bij. Maar dit jaar is wel een heel bijzondere ervaring geweest. Het was een heel actieve projectgroep, is er bezig geweest. We hebben heel veel met elkaar erover gesproken. Hè? Worden er nog belangrijke actual lifespan.
depending, of course, on how often it is used. Recall is its expiry date.